Mijn naam is Paul Cliteur, ik ben hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden en ik houd me bezig met filosofische reflectie over het recht. En vandaag zal ik een gesprek leiden over een boek van Willy Laas. Dat boek heet 1 jaar na Charlie Hebdo en ik heb hier Willy Laas naast mij zitten en Gert-Jan Geling. Willy, kun jij om te beginnen jezelf nog even introduceren, iets vertellen over je eigen achtergrond en hoe jij ertoe gekomen bent om dit boek wat wij vandaag gaan bespreken, 1 jaar na Charlie Hebdo, hoe ben je ertoe gekomen om dit boek te schrijven? Ja, beroepsmatig ben ik altijd leerkracht geweest aan een middelbare school in België, ja. Frans en geschiedenis. Maar daarnaast heb ik meer dan 40 jaar voor Amnesty International gewerkt als vrijwilliger en mede-sectie in België uit de grond gestampt. Dus mensenrechten, vrije meningsuiting in de eerste plaats, liggen mij nauw aan het hart. En ik ben ook al van in de jaren 70 occasioneel of geregeld lezer van zowel Harikiri, Charlie Hebdo en andere Franse satirische bladen, aha, die ik zeer interessant vind en waar ik een kleine collectie van heb. En dus toen die aanslag, die er wel op een of andere manier zat aan te komen, op 7 januari vorig jaar plaatsvond, toen was ik letterlijk aan de grond genageld. Heel die namiddag heb ik het nieuws afgeluisterd, beluisterd. En die namen van al die tekenaars die ik kende van hun tekeningen en van wat ze schreven, die vielen één na één. Men wist niet in het begin hoeveel mensen er dood waren. En dan wordt er gezegd, Sharp is bij de gedoden, Volansky is bij de gedoden. Dat waren allemaal mensen die wiens pennetrek ik herkende. En het was een verschrikkelijke dag voor zoveel mensen en voor de vrije meningsuiting. Maar je was dus enerzijds, ben je waarschijnlijk nog steeds, je was ook een lezer van het blad. Voor de meeste mensen zal gelden dat ze pas van Charlie Hebdo hoorde op het moment dat die enorme aanslag plaatsvond natuurlijk. Maar jij was een lezer van het blad al enige tijd. Maar het was ook nog eens een keer zo dat je ook aan de wieg hebt gestaan. Heb ik dan weer gehoord, dat heb je net zelf niet zo gezegd. Maar ik heb gehoord, je hebt ook eigenlijk een beetje aan de wieg gestaan van de Belgische afdeling van Amnesty International. Ja, met anderen. En dat aanvankelijk een organisatie was die opkwam voor alleen maar gewetensgevangenen. Dus het mandaat van Amnesty was strikt beperkt eigenlijk. In de zin, dat ging echt om vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting. Ja, en jij hebt ook daar zelf een mooi boek over geschreven. Dat is niet dit boek wat we straks gaan bespreken. Maar je hebt je ook een boek geschreven over de ontwikkelingen van de vrijheid van mening, die er rond de vrijheid van meningsuiting zich hebben afgespeeld in het kader van de Verenigde Naties. Kun je daar ook iets over zeggen? Ja, ik ben jarenlang het land doorgetrokken, België dan, om te gaan praten over vrije meningsuiting, mensenrechten. Want toen ik in de jaren 70 daarmee begon, mensenrechten was een onbekend begrip, laten we zeggen. Ja, dat was geen gemeen goed. De politici bijvoorbeeld spraken er niet over en de publieke opinie zeker niet. Dus wij gingen het land in om te vertellen over mensenrechten, over de universele verklaring. En dan moest ik altijd uitleggen dat die universele verklaring is aangenomen door een meerderheid van de Verenigde Naties, maar dat daar een aantal landen waren... In 1948. Maar dat daar een aantal landen waren die zich op dat moment onthouden hebben bij de stemming. Aha. En ik was in feite benieuwd, en ik had toen geen tijd om dat te gaan zoeken, ik was benieuwd naar de achtergrond. Waarom hebben de Sovjet-Unie en haar satellietlanden, waarom hebben Saudi-Arabië en Zuid-Afrika zich onthouden bij de stemming? Ja. En toen ik dan op rust ging, uit het actieve leven stapte, toen ben ik
een kleine speurtocht begonnen. En ik ben beginnen al die stukken lezen van de Mensenrechtencommissie die in januari 1947 is beginnen werken. Ja. Ik heb al die stukken doorgenomen en daarin zie je de uitleg. Vanaf dag 1 leggen die landen uit waarom zij in feite de universaliteit van mensenrechten afwijzen. En dat is? Dat is voor de Sovjetblok, waarvan Rusland en China vandaag de rechtstreekse, de onmiddellijke, zonder overgang erfgenamen zijn. Voor hen is dat soevereiniteit van een land gaat boven universaliteit van rechten. Ja. Dat is duidelijk voor hen. En dat zeggen ze van de eerste dag. Wij zijn soevereine staten en wij wensen niet dat er een inmenging zou zijn van een internationale organisatie met datgene wat er in ons land gebeurt. Ja. Dat is duidelijk. Saudi-Arabië heeft een even duidelijk standpunt, maar op een andere basis. De koning van Saudi-Arabië meldt aan de voorzitter van de Mensenrechtencommissie, die de tekst schrijft. En dat is de weduwe van president Roosevelt. En president Roosevelt is de Amerikaanse president die het bondgenootschap aangaat met Saudi-Arabië in de jaren 40. Mm-hmm. Dat bondgenootschap dat tot vandaag doorgaat. De koning zegt aan Eleanor Roosevelt, de Koran is niet in overeenstemming te brengen, de Koran is niet in overeenstemming te brengen met jullie universele rechten. Dat werd tamelijk onverbloemd dus uitgesproken in die tijd. Ja. Ik heb er de memoires van Eleanor Roosevelt op nagelezen. Ja. En daar wordt ze boos. Je kan de boosheid in haar tekst lezen. Ja. Ja. Zij voelt zich ook bedrogen op een bepaalde manier. Aha. Omdat dat bondgenootschap zo sterk was en zo recent was. Ja. En dus de Pakistani bijvoorbeeld, zie je ook in die teksten, de Pakistani hadden ook voorbehoud. Mm-hmm. Maar Eleanor Roosevelt heeft gewoon de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken bij de kraag gepakt. Zo ongeveer beschrijft ze het. Mm-hmm. En ze heeft hem verplicht van te stemmen. En de man heeft het gedaan. Nou heb ik begrepen dat er ook, dus dat heb je in dat boek van jou ook heel mooi beschreven. Nogmaals, niet nu je boek over Charlie Hebdo, maar in je vorige boek over de geschiedenis van de mensenrechten, met name binnen het kader van de Verenigde Naties, heb je dat mooi beschreven. Dat die tekst uit 1948, waarin de vrijheid van godsdienst ook wordt neergelegd, dat het in die zin een hele revolutionaire tekst is, omdat men niet alleen de vrijheid van religie waarborgt, maar ook de vrijheid om van religie te veranderen. Ja. Wat in feite lijkt mij, ik weet niet hoe jij het interpreteert, maar inhoudt dat je daarmee ook erkent dat iemand dus van bijvoorbeeld van moslim christen mag worden, of van christen moslim mag worden. Eigenlijk ook, denk ik, atheïst mag worden. Ja. Je mag het geloof helemaal terzijde leggen. Dus in die universele verklaring voor de rechten van de mensen, 1948, was eigenlijk ook het recht op apostasie, of het recht op geloofsafval, was expliciet gewaarborgd. Ja. En dat is vanuit de Arabische context natuurlijk moeilijk te verduwen, denk ik. Het is heel duidelijk dat men heeft daar maanden over gediscussieerd. Aha. Over artikel 18. Dat gaat over vrijheid van godsdienst en van levensovertuiging. Ja. Elk woord is afgewogen. Levensovertuiging betekent dat je iets kan denken buiten godsdienst. Ja. Wat voor velen nu en toen ook niet evident was. Nee. Een klein zijsprongetje. Men heeft op een bepaald moment in de aanloop naar de universele verklaring gediscussieerd over het invoeren van het woord God. Ja. In de preambule zou men verwijzen naar God. De Brazilianen waren daarvoor, de Nederlanders trouwens ook. En het zijn de Belgen, José, die dat hebben weggepoetst door nota bene een van de meest strenge katholieke eerste ministers van België leidde de Belgische delegatie. En die zei, men kan niet over het bestaan van God beslissen bij meerderheidsstemming in de Verenigde Naties. Ja. En dus is God weggeschoven als referentiepunt.
Maar dat is 1948. En dan heb je in 1950, dus 2 jaar later, heb je het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. En dan herhaalt men in Europese context nog eens een keer in feite ook dat recht op apostasie. Ja. Maar in 1966 heb ik begrepen, met het Internationaal Verdrag in Zaken Burgerrechten en Politieke Rechten, dan gaat de internationale gemeenschap een concessie doen aan die absoluut. Arabische landen en gaat men een andere formulering voorstellen voor die vrijheid van godsdienst. Ja. En wat merkwaardig is, is dat wanneer op 10 december 1948 de universele verklaring gestemd wordt, dat een aantal mensen denken, deze tekst ligt nu vast en er wordt niet meer over gediscussieerd. Het volgend jaar en alle jaren daarna in de Mensenrechtencommissie, die toen een andere naam had, maar laten we het Mensenrechtencommissie noemen, werd er door voornamelijk Egypte opnieuw teruggeschroefd naar dat artikel 18. Ja. En heeft men geprobeerd, jaar na jaar, van het recht om te veranderen van godsdienst of geen godsdienst te hebben, om dat af te zwakken. Mm. En men is daar uiteindelijk in gelukt. Dat zijn diplomatieke onderhandelingen. Mm. Dat zijn geen filosofische beschouwingen. Dat zijn diplomaten en politici die praten. En die uiteindelijk in 1966, toen de twee verdragen werden gestemd, heeft men dus een kleine wijziging aangebracht, waardoor beide partijen kunnen zeggen, dit is een woordje waar we kunnen mee leven. De ene kunnen zeggen, veranderen van godsdienst. Nee. En de andere kunnen zeggen, ja, er is toch een mogelijkheid. Ik wil Gert-Jan Geling ook bij het gesprek betrekken. Gert-Jan doseert aan de Haagse Hogeschool veiligheidsvraagstukken, maar je hebt ook een achtergrond in de Arabische taal- en letterkunde. Ja. Dus je bent goed bekend met de cultuur van het Midden-Oosten. Mm. En dit punt waar Willy het nou over heeft, en wat ik maar zou willen benoemen als het taboe op apostasie. Herken jij dat? Is dat een problematisch punt in de Arabische cultuur? En speelt dat op het ogenblik ook nog een belangrijke rol, voor zover jij dat... Voor zover jij weet? Ja, het is in die zin een taboe. Niet wanneer men zich naar de islam bekeert, maar wel wanneer zich van de islam afbekeert. Hè? Want ook een aantal landen in het Midden-Oosten, in de wetgeving, is het mogelijk om van religie te veranderen, mits men zich bekeert naar de islam. Ja. Maar niet, men mag niet de islam verlaten. Want, dat gaat terug op de vroege islamitische theologische jurisprudentie over het onderwerp. Hè? En ook de hadith bijvoorbeeld, waar Mohammed zegt van ja, je mag iemand mag de islam niet verlaten. En dat wordt dan in de context gesitueerd van een strijd tussen moslims en niet-moslims, de allervroegste moslimgemeenschap. Hè, maar het heeft zich later, ook in een tijd dat de islam dominant werd in het Midden-Oosten. En niet langer, het ging niet langer om een kleine groep die eigenlijk streed voor het overleven van de gemeenschap. Toen bleef het eigenlijk. En toen werd het echt een theologisch gebod en een verbod. En dat heeft zich geuit in de wetgeving. In islamitische landen en ook in het, zoals je al zegt, in de diplomatieke lobby, om het op het internationale toneel, om die visie te vertegenwoordigen. En dat is wel inderdaad voor de godsdienstvrijheid. Overwege dus niet zo lang, is het een groot probleem. Is dat eigenlijk ook niet iets, en dat is een beetje voor jullie beiden misschien om je lichter over te laten gaan, een problematisch punt in de drie monotheïstische godsdiensten allemaal? Jodendom, christendom en islam. Als je bijvoorbeeld het Oude Testament leest, of wat christenen dan het Oude Testament noemen, maar wat je ook de Joodse Bijbel zou kunnen noemen, daar heb je vele verhalen waar het allemaal om die geloofsafval gaat. Als je dus ziet de geschiedenis van het Israëlitische volk, dat is eigenlijk voortdurend een geschiedenis waarbij dat Israëlitische volk verleid wordt door goden van buurvolkeren. Koning Salomo die wordt verleid door vrouwen om hem heen met andere godsdiensten. In een verhaal uit het boek Numeri 25. Daar is er vindt in feite een soort van lynchjustitie plaats. Omdat daar de mannen van het Israëlitische volk, die laten zich in met Moabitische vrouwen. Daar is de Heer over ontstemd. Die zegt tegen Mozes, zorg dat al die Israëlitische mannen berecht worden. Mozes, goede jurist, die doet dat niet meteen. Die zegt, nou ga eerst eens een beetje uitzoeken. Hè, wie er daadwerkelijk zich hebben overgegeven van die afgodendienst. En dat gaat dan een zekere Pinegas allemaal
allemaal niet snel genoeg. Die pakt zijn speer, die ziet daar een mooie Moabitische vrouw die aan de gang is met een Israëlitische man en die doodt ze allebei. En dat is dan in feite ook in de traditie van, nou, je zou kunnen zeggen, Jodendom en de Christendom, is dat ook een punt van enorme vroomheid. Kijk eens, wat die Pinegas, die komt op voor de eer van God en wordt ook in het Bijbelboek, Numeri 25, wordt hij ook echt geprezen daarvoor. Dus dat zit in, denk ik, in alle drie die monotheïstische godsdiensten. Alleen het punt lijkt te zijn, en dat is dan toch, dat zou verklaring behoeven, dat levert op het ogenblik in Israël geen problemen meer op. Je hebt daar niet allerlei extremisten die bezig zijn, geloof ik, dat wanneer, om de orde op dat punt te handhaven. Ja, bijvoorbeeld, ja? In Israël wel bijvoorbeeld messianistische joden. Hè? Dat zijn, ja, joden die Jezus als Messias erkennen. En die ervaren wel problemen, ook in die zin. Dus dat Israël is natuurlijk ook gesticht als een seculier land. Maar het is ook steeds extremer in religieus opzicht geworden. In het bredere Midden-Oosten zien we dat. En ook in delen van Europa zien we dat, denk ik, die ontwikkeling dat problematisch wordt. Ja. Maar Willy? Ik denk dat een probleem is van tegenkrachten. Mm-hmm. Zowel in de Joodse gemeenschap is er een traditie van grote discussie en debat. Mm-hmm. Mm-hmm. En dus evoluerende gedachten. Ja. In West-Europa zou je kunnen zeggen, om een punt te nemen, de verlichting. Mm-hmm. Ja. Vormt een tegengewicht voor autoritaire religieuze gedachten. In de moslimwereld ontbreekt, volgens mij, ik ben geen specialist ook niet, maar ik zie daar weinig tegenkracht. En ik zie in tegendeel, sinds 1979, wanneer de Shiiten in Iran de macht overnemen met Khomeini, zie ik een verstrenging van de praktijk en van de theorie. En dus een achteruitgang. Terug naar de middeleeuwen. Meer obscurantisme. En komt het punt erbij dat men zich niet beperkt tot we willen mensen overtuigen of via de wet of de wetgeving verplichten, maar we doden ze ook als ze niet volgen wat wij stellen. Ja, 1979, ja. 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 Het komt natuurlijk inderdaad, in het Midden-Oosten is, tot de dag van vandaag, betekent de religie niet alleen dat je zelf in God gelooft, hè, dat je praktiseert, maar ook dat je tot een bepaalde groep behoort. Mm. Hè, en welke groep, meeste aanhangers heeft, die domineert de maatschappij. Dus een religie is niet alleen een persoonlijke vorm van spiritualiteit. En we zien inderdaad sinds de Iraanse revolutie, zien we die opkomst van die politieke islam, het islamisme, zien we heel sterk hoe dat steeds meer ook sommige landen steeds extremer religieus maakt. Ook de gewone bevolking zich steeds extremer naarmate religieus uit, maar ik zie ook de laatste jaren zie ik ook wel een tegenbeweging van ook, en dat heb je hier in Nederland, maar ook in het Midden-Oosten. Recentelijk in Marokko had je een Marrakesh-verklaring van Sunnitische Shiites en Soenitische geleerden bij elkaar zijn gekomen die een meer humanistische benadering uiten. En ook ten behoeve van de bescherming van religieuze minderheden bijvoorbeeld. Dus het is er wel, alleen het is relatief klein. Mm. Het is, denk ik, echt heel erg tegen de stroom in zwemmen. Dus die stemmen zijn er wel. Ze proberen ook van zich te laten horen, maar ze zijn relatief ondervertegenwoordigd. Dus dat is denk ik zeker een probleem. En dat zien we in het Midden-Oosten. En ook hier in Europa voelen we de effecten. Ja. Maar als we nou dus constateren dat er in 1948 een universele verklaring voor de rechten van de mens is aangenomen binnen het kader van de Verenigde Naties. Dat gaf zo in die wereld van na de Tweede Wereldoorlog, had dat natuurlijk een enorme optimisme in een zekere zin. In 1948 bleek het mogelijk om een lijst van waarden op te stellen, waarover, zo leek het, wereldwijd consensus zou zijn. Dat zijn die lijst van die universele mensenrechten. Oké, dat is dan al een beetje betwist daar. Wordt dat door sommige landen. Maar hij is er toch gekomen, die verklaring. Nou goed, dan hebben we in 1979 hebben we de Iraanse revolutie. En dan maak ik een volgende stap en dan komen we eigenlijk steeds dichter bij de problematiek van het boek over Charlie Hebdo. Dan is er eigenlijk 10 jaar later, dan is er daar een dictator, een religieus-politieke dictator, een zekere Ayatollah Khomeini,
Deze Khomeini die heeft een hele tijd in ballingschap in Parijs gezeten. En die wordt dan in 1979, wordt hij met veel, wij zouden oer-Nederlands zeggen, met veel fanfare, ja. wordt hij binnengehaald. Hè? En 10 jaar later, in 1989, neemt hij dan een hele bijzondere stap. Want dan, en dan kom ik toch weer bij die apostasie uit, dan constateert die Khomeini dat er iemand is in Groot-Brittannië, een zekere Salman Rushdie, die een islamitische opvoeding heeft, maar die daar afstand van lijkt te hebben genomen, of daar in ieder geval heel weinig aan te doen. En die schrijft een boek, dat boek dat heet The Satanic Verses, wat een soort van satirische benadering is van de heilige geschiedenis. En daar ontstaat commotie over dat boek van die Rushdie en Khomeini zegt, daar kunnen we wat aan doen. En die vaardigt een soort van doodsvonnis uit, fatwa over deze Rushdie. En eigenlijk geheel in strijd met alle principes van het internationale recht dat uitgaat van staatssoevereiniteit en jurisdictie op het grondgebied van de staat, zegt die Khomeini van nee, deze man is moslim of voormalig moslim, dus we gaan hem, hij doet nu iets wat in strijd is met zijn opvattingen, met de opvattingen van Khomeini. Niet in strijd met de universele verklaring voor de rechten van de mens, want op basis daarvan heeft iedereen het recht om afstand te nemen van zijn godsdienst, van godsdienst te veranderen, godsdienst te bekritiseren. Maar Khomeini zegt, deze man die moet dood. En sindsdien gebeurt er natuurlijk ook iets in het leven van deze Rushdie. Die staat al decennia langs, leeft hij in een beveiligingsregime. En het is nog niet gebeurd met Rushdie. Wat er wel gebeurd is met de cartoonisten van Charlie Hebdo. Maar dan hebben we een stevig probleem op internationaal politiek terrein dus. En wat mij het meest bezorgd maakt, is dat de reactie tegen dat fatwa van Khomeini in feite in het Westen lauw geweest is. Ja. Ik vind niet dat het Westen, dat wij genoeg achter Rusland gaan staan zijn. Ook Amnesty? Wat is nee. er eigenlijk? Dat zou ik nu niet zeggen. Hè? Nee? Nee, nee. Okay. Ik vind wel dat wij duidelijk de vrije meningsuiting moet gewaarborgd blijven. Okay. Ook die van Salman Rushdie. Ja. Dat is voor mij geen probleem. Maar bijvoorbeeld de Britse regering heeft aan de ene kant wel voor zijn beveiliging gezorgd, maar aan de andere kant ook druk uitgeoefend. Omdat regering Thatcher in die tijd eigenlijk, ja. Er is druk uitgeoefend op Rushdie, omdat hij berouw tonen. Hè? Ja. Er zijn schrijvers geweest, collega's schrijvers van Rushdie, die gezegd hebben, man, je bent wel te ver gegaan. Mm. Ja? En dat soort denken zet zich nu door en daar betalen we nu de prijs voor. Als de Deense cartoons, als we die stap zetten. Ja. En dan komen we echt... 2005. Ja, 1989 hebben we eigenlijk de fatwa over Rushdie. Dan hebben we 2005 hebben we de Deense cartoons. Ja. Ja. Dus de Deense cartoons is in feite een zoeken naar de grenzen van de vrije meningsuiting. Hè? Ja. Van Gogh is in 2004 vermoord. Ja. En in Denemarken werkt men aan een boekje om de islam aan jonge kinderen uit te leggen. Ja. En de Deense uitgever, vindt geen enkel Deense cartoonist die bereid is van een tekening te leveren voor dat boek. En dan gaat Ilian Posten, de krant, die gaat aan 12 cartoonisten vragen om iets te tekenen over Mohammed. En dat zijn de 12 cartoons. Dat worden die 12 cartoons, Die 12 cartoons. Ja. Wanneer dan de hele commotie daar rond ontstaat, dan blijkt achteraf dat het opgezet spel is. Er is een delegatie van Deense imams, die is het Midden-Oosten afgereisd, met een dossier over die 12 cartoons. Uh-huh. Maar ze vonden die 12 cartoons zelf, de Deense imams, niet streng genoeg, niet sterk genoeg. En ze hebben daar van eigen maak cartoons ingezet.
en de meest schandalige in hun ogen cartoons zijn zij de cartoons die ze zelf gefabriceerd hebben. Ja. Daarna ontstaat de hele heisa rond de Deense cartoons. Ja. En Charlie Hebdo zegt, wij publiceren. Ja. En Charlie Hebdo roept alle kranten in het Westen op om dat ook te doen. Ja. En de stelling van de redactie van Charlie Hebdo is ook nu nog, mocht in 2006 heel West-Europa, heel Noord-Amerika, heel de wereld waar men voortdurend zegt de vrije meningsuiting is essentieel, mocht iedereen gepubliceerd hebben, dan zou de zaak gestopt zijn. En je kan dat terugbrengen naar Rushdie. Mochten we toen allemaal onverzettelijk solidair geweest zijn, dan was het misschien gesmoord. Ja. Maar we geven opening. En dat is een grote fout. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal, aantal mensen geweest die zijn heel solidair geweest met Rushdie. Ja. Mensen als Christopher Hitchens, Cora Vidal en Julian Barnes, om maar een paar mensen te noemen. Ja, ja. Maar natuurlijk, je had ook nogal wat mensen die zeiden, was dat nou nodig? Jimmy Carter bijvoorbeeld, de Amerikaanse president Jimmy Carter, heeft zich scherp gedistanceerd eigenlijk van... Van Rushdie, heel verbazingwekkend. Ja. Dat heeft hij gedaan. En natuurlijk flink wat collega's. Maar jouw standpunt, Willy, als ik het goed begrijp, is dus in zekere zin dit. Dat jij ook zegt van de lauwe steun die we hebben gegeven in beginnend vanaf 1989 aan Rushdie, is mede de aanleidingen toe geweest dat de zaak alleen nog maar erger is geworden. En wat ik ook interessant vond, wat je zei, dat was over de achtergrond van de Deense cartoons, want vaak weten mensen dat niet, maar in een zekere zin is dat ook Nederland geweest. Want als ik je goed begrepen heb, die Jyllands Posten is mede die Deense cartoons gaan publiceren als een soort van sociaal experiment om te kijken hoe die vrijheid van meningsuiting of die nog wel gold. Mede gezien het feit dat een jaar daarvoor in Nederland een filmmaker gewoon vermoord was. Ja. Vanwege dus kritiek die hij meende te moeten hebben op een wereldgodsdienst. Ja, ja. Ja, ja. Dus het hangt allemaal een beetje samen. En vanuit dus die Deense cartoon kwestie zijn we eigenlijk weer doorgerold naar de kwestie van... Charlie Hebdo. Ja. Ja. En het gaat natuurlijk door. Maar wat mij bijzonder stoort, is dat er in onze landen, laten we dat dan het Westen noemen, dat er zoveel mensen zijn, zoveel politici, zoveel vooraanstaande journalisten... Ja. Zoveel intellectuelen die meestappen in het verhaal op een manier waarin ze zeggen, vrije meningsuiting, ja, maar. Ja. Niet beledigen, oppassen voor het zieltje van de gelovige, die ach zo kwetsbaar is in zijn geloof. Dan zou ik denken, ik atheïst zijnde, ik verklaar mij als atheïst, dus ben ik dat. Ja. En moet jij niet zeggen dat ik dat niet zou zijn? Ja. Kun je daar misschien op terugkomen? Ja. Maar meestappen daarin en de vrije meningsuiting afzwakken en zeggen, je moet voorzichtig zijn. Dat betekent dat de meest intolerante gelovigen gaan bepalen wat ik nog mag schrijven, tekenen, op mijn laptop tokkelen en verspreiden, want ik zou ze misschien kunnen kwetsen. Ja. En ik zal altijd wel iemand kwetsen. Ja. En ik denk dat daar ook echt een probleem zit. Hè? Van het gaat erom van wie geef je de ruimte, wiens positie herken je, wiens positie versterk je. Als je daaraan toegeeft, versterk je juist de positie van die meest intolerante gelovigen. Want de meer tolerante gelovigen, die laat je eigenlijk ook in de kou staan. Terwijl dat juist degene die mensen zeggen van, daarmee moeten we samen optrekken tegen die intolerantie. Dus de manier waarop wij hier in Europa, andere westerse landen daarmee omgaan, dan falen we eigenlijk om dat zich ten eerste op te komen voor onze waarden, maar ook om juist die tolerante krachten, om die om die te helpen en die te steunen en daarmee samen te werken, omdat we eigenlijk de intolerante
eigenlijk laten zien van ja, oké, als jullie hard genoeg schreeuwen, dan krijgen jullie je zin en dan werkt dat. Daarin falen wij, denk ik. Ja, ik vind het aardig om dat gesprek wat we hebben, en wat ik heel erg interessant vind, om dat ook een bepaalde wending te geven. En dat is de volgende. We hebben nou een beetje in kaart gebracht wat het probleem is. En in feite is het probleem is dat een belangrijk artikel uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948, het artikel over de vrijheid van godsdienst, in feite onvoldoende geïmplementeerd wordt en eigenlijk ook niet de steun krijgt van grote groepen van de samenleving, overigens niet alleen van de radicalen, maar ook de regeringen van keurig net de democratische rechtsstaten, die staan niet echt voor de vrijheid om van geloof te veranderen en geloof eventueel te bekritiseren. Ja. Dat is de situatie waarin we nu zitten. En daar komt dan nog bij dat er ook radicalen zijn die eventueel met geweld willen handhaven dat mensen geen godsdienst kritiseren. Dat is eigenlijk het probleem. Ja. Maar nou wil ik naar een tweede deel toe. Dat is dat deze van het gesprek. En dat is dat er heel veel mensen dit heel anders interpreteren. Die kijken op een hele andere. Die zeggen bijvoorbeeld ja, maar. Waarom zou je ook überhaupt religie kritiseren? Wat is de zin daarvan? Laat die mensen. Als je nou weet dat dat commotie gaat veroorzaken, die kritiek op die passage uit het heilige boek of uit die heilige figuur, dan is dat toch een vorm van zinloze provocatie om dat te doen. Dan roep je het toch in een zekere zin over jezelf af. Je gaat toch ook niet in een buurt waar een maffiabaas de scepter zwaait. Die ga je toch ook niet voor de voeten lopen door te flirten met zijn vrouw of met zijn vriendin. Als je dat wel doet, dan weet je wat er gebeurt. Hè? Ja, maar ik vind dat we hier raken aan een absoluut principieel punt, namelijk de vrije meningsuiting. Ja. En voor mij zijn er geen grenzen aan de vrije meningsuiting, behalve persoonlijke laster. Mm-hmm. En oproepen tot geweld. Mm-hmm. En bedoel je met persoonlijke lasten? Met persoonlijke lasten dat ik over jou, persoonlijk, met naam en toenaam, zodat iedereen weet waarover het gaat, zaken ga vertellen uit je privéleven, die ook nog eens onwaar zijn. Ja. Dat is lastig. Maar nou heb ik heb een bepaalde icoon en die vind ik nou eenmaal zo geweldig. Laten we zeggen, John Stuart Mill. Ik ben zo weg van John Stuart Mill. En als jij iets zegt over John Stuart Mill, wat echt zo lastelijk is en zo onjuist is kwetsend is, dan trek ik mij dat heel erg aan. En dus verwacht ik van jou een beetje mededogen. Dat ga je niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. ik zie niet waarom ik zou moet mededogen hebben. En als je dan gelooft in Mill, dan zeg ik, wend u tot uw God. Ja. En in een dialoog met uw God en met de gelijkgezinden, zult je wel tot een redelijke houding komen. Want goden zijn toch liefde, barmhartigheid, vrede, bam. Het gaat heel vaak natuurlijk niet om... God gaat vaak heel vaak om mensen zelf, dat die gekwetst worden, persoonlijke overtuigingen. En in die zin, ik bedoel, ik kan dat soms best begrijpen. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die dat aangeven van, ik vind dat kwetsend. Maar wat ik dan op maatschappelijk niveau van belang vind, de boodschap die we eigenlijk moeten uitdragen, is dat ik denk dat het feit dat mensen door bepaalde uitingen gekwetst kunnen worden, is denk ik de prijs die we betalen voordat we in een open samenleving leven met diversiteit aan meningen, dat iedereen het recht heeft om die meningen te uiten. En soms kan dat voor mensen kwetsend zijn. En ik denk dat we dat feit moeten accepteren, dat soms kwetsend kan zijn, dat mensen die zich daardoor gekwetst voelen, dat die dat ook moeten accepteren en dat we die vrijheid uiteindelijk wel moeten beschermen en moeten verdedigen en dat die voor ons allemaal gaat. Ja, maar volgens mij is de houding die je nu typeert, daar is een woord voor, dat is eigenlijk verdraagzaamheid of tolerantie. De tolerantie houdt in dat je verdraagt aan andere mensen dingen zeggen, gedachten ventileren die je zelf onaangenaam vindt, maar je verdraagt het nou eenmaal, omdat je leeft in een samenleving die pluriform is. Om dat zeer concreet te maken, ik vind het zeer onaangenaam bepaalde passages uit bijvoorbeeld de Koran, die vertellen wat er moet gebeuren met mensen die denken zoals ik, die geen God erkennen. Ja. Om de haverklap worden wij verwenst, bedreigd, in de tekst. Ja. Ja.
Wij zullen branden. Ja. Bon. Dus ik lees de Koran, dan zeg ik, ja, ik kan me nu zo gekwetst voelen dat ik elke moslim die ik tegenkom en die naar de Koran verwijst, ja, voor de kop schiet. Nee, toch? Nee. Ik doe dan wat men zegt, een werk op mijzelf, bij manier van spreken, mocht ik mij al beledigd voelen. Mm-hmm. Zo van, oké, zij denken dat, mm-hmm, ik vind dat verschrikkelijk, ik denk iets anders. Laat ze maar denken, zolang, laat ze denken wat ze willen, zolang ze mij niet storen in mijn denken. En ik wil onze twee gedachten naast elkaar leggen en zien hoe we verder samen geraken. Maar kom niet op mijn terrein. Laat mij, daarmee bedoel ik, laat mij fysiek, integer, denken wat ik wil. Schrijven wat ik wil, zeggen wat ik wil. Ja. En dat doet u ook maar. Wat zeg je dat? En dat doet u ook maar. Ja. Ik bedoel, dan, ja, dan bedoel ik de gelovigen. Ik zou verder willen gaan dan alleen die tolerantie. Ik bedoel, tolerantie, maar in principe moet uiteindelijk ook draaien om acceptatie. Het feit dat je accepteert dat je in een diverse samenleving met diverse meningen die mensen ook kunnen uiten, dat je daarin leeft en dat je accepteert dat ook jouw onwelgevallige meningen daarbinnen geuit kunnen worden. En ik denk, hè, met de grenzen aanhoudend, wat u persoonlijke laster, oproep tot geweld, andere wetsovertredingen, dat je daar in zin, die zin de grens moet leggen en dat daarbinnen gewoon een vrijheid van meningsuiting nagenoeg onbeperkt is. Dat we dat moeten accepteren met elkaar en dat onderdeel is van de samenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Dan ga ik nog even verder met een beetje te proberen als advocaat van de duivel op te treden en proberen deze gedachten wat uit te dagen. Hey, ik heb dat net gedaan door te vragen van nou, waarom zou je mensen nou zinloos kwetsen? Nou zijn er ook mensen die zeggen, denk ik, die zeggen ja, dat is allemaal wel zo, wat jullie ventileerden. En het klopt ook wel dat we op het ogenblik concessies doen aan geweldsplegers. Maar ja, militair strategisch zijn we in deze wereld zijn we niet in staat om de orde te handhaven als we die concessies niet doen. En we staan nou eenmaal op achterstand. We leven nou eenmaal in een wereld. Daar zijn nou eenmaal mensen die denken radicaal. En die kunnen niet anders dan met geweld reageren op belediging van hun godsdienst. Dat is een ervaringsfeit. Dus het enige wat je kan doen, dat is daar een beetje mee te dealen. Die overmacht is in feite zo groot van die groep van radicalen. We worden een beetje gegijzeld. En dit is allemaal wel mooi, die principe-ruiterij van jullie over de vrijheid van gedachten. Maar dit is de wereld waarin we leven. Ja. Ik geloof daar zelf niet in, ook omdat heel vaak, als we nu bijvoorbeeld over die Khartoum-protesten hebben, in veel overwicht islamitische landen waren die ook gewoon georganiseerd. Hè, dan een politieke boodschap wilden men uitdragen. En soms echt letterlijk was het dan zo dat ik was zelf niet bij, hè, maar ik heb in landen gewoond waar die bijvoorbeeld in Libanon, waar de ambassade het aangevallen, dat er gewoon echt een kleine groep daar bezig was. En de meeste mensen interesseerden het ook niet. Maar dat een kleine harde kern die zich zo wilde uiten en die ook volop aandacht kreeg. En daarom zichzelf ook kon manifesteren en daardoor groter werd. Hè, dus de aandacht die we daaraan schenken, ook hier in Europa, maken dat soort groepen denk ik ook vooral groot. Uiteindelijk denk ik wel dat er een hele grote meerderheid is die het in wezen misschien er niet mee eens is, maar die niet bereid is om daar serieus de straat voor op te gaan. Of laat staan om mensen daadwerkelijk wat aan te doen, om bezittingen te slopen, om mensen te bedreigen. Maar we geven die radicale minderheid, die krijgt de ruimte en die kan zich op die manier ook uiten. Ja. En dat door daar veel aandacht aan te besteden, dan krijgen ze ook wat zij in wezen willen. Waar ze om vragen door zich op die manier te uiten. Of Afghanistan, er waren vlagverbrandingen. Ja, die vlaggen die kun je niet kopen op het platteland van Afghanistan. Maar ze waren er wel. En ze werden soms ook in beeld gebracht. En dat zijn soms wel de mechanismen die daar ook daarbij een rol spelen. Dus dat is in wezen ook problematisch. Dat wij dat in wezen op die manier door veel aandacht aan besteden. Dat eigenlijk groter maken dan dat in wezen is. Moeten we, als dat nou zo zou zijn, moeten we dan ook niet... tenminste, dat moeten politici, mensen die werkelijk regeringsverantwoordelijkheid dragen, zouden die dan ook niet op de een of andere manier dit met elkaar moeten bespreken? Hè? Ik heb zelf wel eens de indruk dat het wel lijkt alsof de
dit soort incidenten naar voren komen, dat er telkens dat politici ernaar gaan zitten kijken alsof ze het voor het eerst meemaken. Mm. Dat is een beetje vreemd, want enerzijds zou je zeggen, ja, we leven toch in een enorme mondiale cultuur, waarin er wat in de Verenigde Staten plaatsvindt, dat neemt men kennis van in Engeland en in Frankrijk. Toch is dat op de een of andere manier niet het geval. Als je nou ook weer, als er weer zo'n terroristische aanslag is, dan gaan mensen dat in een bepaald land voornamelijk vergelijken met wat er eerder in datzelfde land zich heeft voorgedaan. Mm. En men kijkt eigenlijk niet over de grenzen heen. Dus er speelt nu in Frankrijk een enorm debat over Charlie Hebdo. Terwijl ik denk, als je daar ziet welke posities daarin in worden ingenomen door deze en gene, dan lijkt dat heel sterk op een debat wat er in Nederland is geweest na de moord op Theo van Gogh. Men heeft al eens een keer gezegd, nou, de Charlie Hebdo was eigenlijk Theo van Gogh in 12 fout. Hè? Mm. En natuurlijk, het was veel groter, het was een wereldstad, Parijs, en je hebt, wat is het, die 4 miljoen mensen die demonstreren, je hebt 43 regeringsleiders die mee demonstreren, dus het was in die zin allemaal veel groter, toch heb je dezelfde situatie. Namelijk vrijheid van meningsuiting, belediging van godsdienst en iemand die het recht in eigen hand neemt om dan zo'n persoon te vermoorden. Maar toch zie je dat zo'n moord op Van Gogh in die Franse debatten nauwelijks een rol speelt. En het speelt, als er weer eens een aanslag in de Verenigde Staten is, speelt het weer nauwelijks een rol wat er in een ander land is gebeurd. Er is toch een hele sterke nationale focus. En dan kan je zeggen, ja, dat is nu allemaal zo. Tegelijkertijd zou het misschien toch ook helpen wanneer Obama en Merkel en Hollande eens met elkaar zouden praten, zoals ze ook de milieuproblematiek bespreken, dat ze misschien ook een soort van internationale conferentie zouden hebben van, nou, laten we nou eens gaan bespreken over hoe wij artikel 18 van de Universele Verklaring nu gaan beschermen door misschien politiebescherming te geven aan speciaal de targets van terroristen. Maar het lijkt wel alsof dat niet van de grond komt. En voor zover mij bekend is er ook geen enkele regeringsleider die als ik het goed heb, in deze kwestie nou eens een voortvarend standpunt heeft ingenomen. Ja. Niet Merkel, niet Obama, niet Cameron. Nee. Nee. Mijn analyse is dat de politici, de internationale leiders, de media, de intellectuelen, de is te sterk, ja, maar vele. Heel veel. Ja. En zeker de meerderheid, de absolute meerderheid van de politici, ja, die zijn verlamd. Ja. Die denken niet na. Mm-hmm. Die reageren. En ze zouden moeten nadenken, zij in de eerste plaats. Maar ze zijn gebiologeerd zoals konijnen naar een lichtbak staren. Ja. Zo staren zij naar al wat er in de sfeer van islam, Koran, geloven in het algemeen gebeurt. Mm-hmm. En er wordt geen goede analyse gemaakt. Men gaat niet tot op het bot, ik vind het een verschrikkelijke uitdrukking, maar men gaat niet tot het einde van de redeneringen. Men zegt niet waarop het staat. Men ontkent voortdurend. Ja. Er is die fameuze dag, vrijdag 26 juni van vorig jaar. In Frankrijk is een eerste religieuze onthoofding bij Toulouse. In Tunesië, dezelfde dag, stapt een man uit de zee en schiet 38 toeristen op een strand dood. In Kuwait City is er een Soenitische zelfmoordenaar die een Shiïtische moskee binnenstapt en een twintigtal mensen doodt. En wat zuidelijker worden Burundese VN-soldaten aangevallen en er vallen 45 doden. Dat is allemaal op één dag. Al de daders beweren, zeggen, roepen, schrijven dat ze handelen in naam van hun godsdienst, opgedragen door. En ik hoor die avond de Europese verantwoordelijke voor buitenlandse beleid, mevrouw Mogherini, hoor ik op de televisie zeggen, dit alles heeft niets met religie te maken. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Als u niet wil nadenken en zeggen waar het om gaat en waar het op staat, komen we er nooit. En die conferentie, Paul, excuseer, ze komt er nooit. Is dat dan, Gert-Jan, is dat omdat ook
misschien die politici gewoon ook te weinig expertise hebben op dit terrein. Kijk nou een Nederlandse of een Belgische politicus. Wat moet die nou voor kennis hebben van de wereld waarin die actief is? Die moet wat van financiële kwesties weten. Die moet wat weten van het midden- en kleinbedrijf. Die moet wat van de economie moet je weten. Maar daar zit toch niet in dat je ook kennis moet hebben van de monotheïstische godsdiensten. En welke aanknopingspunten voor geweld daar precies in zitten. En hoe je weer met die aanknopingspunten om zou moeten gaan. Is dat... zouden dan ook jij en jouw collega's in de Arabische talen en letterkunde, hebben die daar een rol? En zo ja, hoe vervullen ze die rol? Kan je daar iets van zeggen? Nou, ik denk inderdaad dat we in overwegend geseculariseerd Europa de religie voor heel veel mensen een blinde vlek is geworden. We hebben er weinig kennis meer over. Dat is verdwenen. Ja. Het onderwijs wordt denk ik veel te weinig aandacht aanbesteed. In Amerika heb je dan natuurlijk wel meer, met name het christendom, hè, maar Amerikanen weten daarentegen veel minder wat er buiten Amerika plaatsvindt. Hè. En als men dan al adviseurs heeft, zijn het ook vaak, niet altijd denk ik, de juiste adviseurs. Soms ook voortkomt uit bepaalde lobby's die weer belangen hebben om bepaalde ideeën op de voorgrond te brengen bij politici. Dus ik denk inderdaad dat het eraan ligt dat de juiste mensen, de juiste kennis niet altijd op de juiste plek zitten. En dat dat ook daardoor de analyse van het probleem en een mogelijke aanpak, dat die er niet altijd komt. Dat is een stukje eerder dan, ik zou niet zeggen konijnen die in de koplampen staren, maar eerder konijnen die onbekend zijn met de materie waar het nou eigenlijk om gaat. En dat het een stukje kennis is dat er nodig is in de politiek. Ja. En het belangrijkste is dat inderdaad goede adviseurs daarin komen. En dat die ook van zich laten horen, bijvoorbeeld in de media, zichzelf presenteren. En gewoon andere visies dan de visies die nu overwegend dominant zijn. De politiek in veel landen, dat die ook aan bod komen. En dat we een bredere analyse kunnen krijgen van de problematiek waar we het nu over hebben. En de mogelijke oplossingen die daarvoor zijn. Dus ja, dat is nodig. Er is meer kennis nodig, er is meer aandacht nodig. Er zijn alternatieve oplossingen van de problemen zijn nodig. Als, ik wil eigenlijk de brug maken naar een derde deel van ons gesprek. Hè. We zijn begonnen met te constateren dus dat er een probleem is met vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, dat die onder druk staat. Die staat in feite onder druk van terrorisme-dreiging. Je kunt zeggen dat de twee... je hebt dus enerzijds een principe uit de universele verklaring voor de rechten van de mens. Belangrijk, die universele verklaring die willen we handhaven. Tegelijkertijd is er geweldsdreiging vanuit religieus gemotiveerde terroristische hoek. En dat brengt met zich mee dat cartoonisten worden vermoord. Rushdie in een beveiligingsregime zit. Van de Deense cartoonisten er in feite eentje is nog die van zich laat horen. Want je had het net over 12 cartoonisten. Wat mij altijd fascineert, wat is er met die andere 11 gebeurd? Daar hoor je niets meer van. Die zijn in feite ondergedoken. Van die 12 Deense cartoonisten is er één, Koert Westergaard. Die zegt nog steeds, ik sta achter die tekening. Heeft ook nooit meer een tweede tekening gemaakt overigens. Die omstreden is geraakt. Dus het gaat maar om één tekening. Net zoals Salman Rushdie ook nooit meer een Satanic Verses deel 2 heeft geschreven. Dus in die zin werkt dat, ben ik bang, dat terrorisme wel. Wat dat betreft deel ik toch wel een beetje jouw pessimistische analyse. Maar laten we nou toch eens proberen om wat te gaan in die oplossingensfeer te denken. Ik heb net al een naïef plannetje gelanceerd, topconferentie van politici die elkaar een beetje op de hoogte gaan houden over hoe hiermee om te gaan. Maar er zijn misschien andere dingen die we kunnen bedenken. Want als dit doorgaat, dan wordt eigenlijk de hele internationale gemeenschap toch steeds meer geïntimideerd. Het is dan toch een beetje een soort van culturele interventie vanuit Saoedi-Arabië en Iran in de westerse wereld. En die westerse wereld gaat steeds meer lijken op Saoedi-Arabië in een zekere zin. Want ja... Het voorbeeld is het bezoek van de Iraanse president aan Italië. Ja. Waar de Italianen alle beelden vanuit hun rijke culturele geschiedenis bedekken. Ja. Omdat de president het misschien zou kunnen aanstoot nemen. Ja. En ik weet niet of je de beelden gezien hebt van zijn persconferentie. Nee.
toen men hem de vraag stelde, het lachje van die man, het kleine lachje, ironische... Van wie? Van? Van de president van Iran. Ah. Op de vraag, hij heeft daarna een zeer diplomatiek antwoord gegeven, maar eerst begon hij, had hij een klein lachje. Ja. En dat was, hij lacht ons allemaal uit. Ja. Hij zet ons allemaal voor de raap. Ja. Ik kan je zelfs afvragen, menen ze het wel? Ja. Ja, ja. Oh. En dat zijn handelsbelangen die op dat moment natuurlijk een rol spelen. De Italianen willen graag een deal met Italië sluiten en zijn er bereid daar ver in te gaan. Maar zijn wij dan verplicht van te doen wat de Italianen gedaan hebben? Voor mij zijn dat, ik noem dat in mijn boek, nuttige idioten. Ja. De Fransen hebben dat iets beter opgelost. Ze hebben geen staatsdiner gegeven, want de eis was geen wijn. Ja. En de beste wijnkelder in Frankrijk is in het Élysée. En die moet dus getoond worden. Ja. En goed, dus de Fransen hebben een thee-namiddag georganiseerd met de president. Ja. Nee, ik denk dat dat inderdaad een goede oplossing is die je daarvoor kunt vinden. En ik denk inderdaad, het is altijd een kwestie van afwegen, die handelsbelangen, wat gaat ervoor? Of onze principes. Ja, maar de handelsbelangen. Iran heeft evenveel belang in handel als wij. Ja. En het is niet omdat ze met hun wenkbrauwen mogen zeggen geen wijn aan tafel, dat wij dan moeten zeggen oké, geen wijn aan tafel. Zet wijn op tafel en geef een water. Ja, nee, dat ben ik mens. Toch denk ik dat het misschien voor sommige mensen die naar dit gesprek zouden kijken, dat die toch zeggen, dat is allemaal misschien wel waar. Maar wat is nou, waarom is satire, waarom zijn die cartoons nou zo belangrijk? Het gaat maar om tekeningetjes. En die tekeningetjes, daar wordt dan een enorme betekenis aan toegekend, maar toevallig is Willy Laas, die heeft nou die Charlie Hebdo, dat heeft hij al een hele tijd, ver voor de aanslagen las je al dat blad en heb jij daar zeker genoegen aan beleefd. Maar is dat nou zo belangrijk? Is het zo belangrijk dat deze meneer Rushdie een boek schrijft en daarin op satirische wijze de draak steekt met een geschiedenis die voor anderen heilig is? Kan hij dat nou niet op een beetje leukere manier verpakken? Ik draai dat om, hè. Ja. Als die tekeningetjes zo onbelangrijk zijn, waarom moorden we dan voor onbelangrijke tekeningetjes? Nou, nee, maar die tekeningetjes zijn niet voor... Die tekeningetjes zijn, die zijn voor ons, nu, hier, onbelangrijk. Ja. Althans, relatief onbelangrijk. Jij kan ook leven zonder die cartoons. Alleen, zij kunnen niet hebben dat jij cartoons... Of dat Charlie Hebdo cartoons maakt over wat voor hun heilig is. Dan moet ik daarvoor plooien. Ja. Theoretisch, hè? Ja. Nee, moet dat niet. Ik moet mij toch niet bij elke tekening die ik zou maken in het hoofd zetten van de meest intolerante gelovigen om te denken, wat gaat hij er nu over vinden en ga ik morgen een kogel in mijn hoofd krijgen? Want dat is het uiteindelijk waar we voor staan. Ja. Dus niemand was... Charlie Hebdo was op sterven na dood. Indien de gebroeders Kouachi niet... binnengevallen waren in de redactie van Charlie Hebdo op 7 januari, was nu Charlie Hebdo een onbestaan blad. Ja. Ze gingen recht op het faillissement af. Ze hadden nog amper lezers. Ja. Niemand in Pakistan, in Afghanistan, in Saudi-Arabië, in Iran, weet ik waar, in Tunesië, in Marokko, wordt verplicht van Charlie Hebdo te lezen. Ja. Integendeel, Charlie Hebdo mag niet eens in de kiosken daar liggen. Nee. Dus Wie verplicht iemand om Salman Rushdie te lezen? Je moet verdorie soms voor sommige van zijn boeken een beetje uithoudingsvermogen hebben. Ja. Want het is niet altijd literatuur die we vlug kunnen doornemen. Nee. Het is zeer barok, zeer complex. Er komen veel personages. Je moet als lezer een inspanning doen. Ja. En dan word je beloond met een prachtig boek. Maar niemand is verplicht om dat te doen. Nee. Wie alleen maar de Koran wil lezen, dat hij alleen maar de Koran lezen. Ja. Maar laat mij Rushdie lezen. Ja. Ik denk dat het principe ook heel simpel is. Uiteindelijk, als we de vrijheid van de een inperken, dan prikken we eigenlijk ons aller vrijheid in. Hè? Dus het gaat om het principe van we moeten elkaar die vrijheid gunnen in de maatschappij en accepteren dat we daarin vrij zijn om ons te uiten zoals wij dat willen. En niet zeggen, oké, maar dan doen we dit maar niet. Nee, accepteren dat dit gewoon tot maatschappij komt. Ik wil nog een andere gedachte aan jullie voorleggen. Ik begrijp wat Willy zegt, hoor.
Daar ben ik wel blij om. Ja, denk ik. Ja, ja, dat ik dat, ja, en ik deel het ook. Maar ik vind het ook interessant om toch te proberen om iets te maken van die kritiek, hè, op cartoonisten. Maar er is nog een ander punt wat ik eens aan jullie zou willen voorleggen. Dat is dit. Eigenlijk zitten we toch in die zin moeilijke situatie, dat wat er geprobeerd wordt, dat is om radicale religiositeit, om dat te hervormen. Om dat inpasbaar te maken in een democratische rechtsstaat. En dat hele project, dat heeft alleen maar kans van slagen als de vrijheid van expressie wordt gered. Als je die vrijheid van expressie niet redt, dan is die hele hoop op een eventuele hervorming van radicale religiositeit, dat is ook een illusie dan. Maar nou zitten we een beetje met het probleem dat Europese staten heel weinig gemotiveerd lijken om die vrijheid van expressie te sauveren. Die gaan al heel snel mee met van, is het nodig, kunnen we de dialoog niet voeren en kan het niet minder baldadig, kan het niet minder radicaal. In feite vind je dat toch, het is een heel dominant geluid bij politici dat ze zeggen, nou laten we gewoon die satire nou maar een beetje opofferen. Dat is niet zo nodig. Maar zou niet een antwoord ook aan die politici kunnen zijn dat je zegt, nou, dat mag nou juist niet, want in een wereld waarin eigenlijk radicalen nauwelijks worden aangesproken op hun radicale denkbeelden, moet je die paar mensen nog koesteren die dat wel doen. Die cartoonisten, cabaretiers, schrijvers. Tegelijkertijd is het wel, vind ik zelf het altijd, heel moeilijk om mensen die hiermee bezig zijn, om die te adviseren. Want ik heb trouwens een kennis van mij, die zoon is cartoonist. Ja, je kan moeilijk die gaan aanraden om zich eens te specialiseren in de Mohammed cartoons. Als je iemand persoonlijk kent, dan kom je al heel snel in die strategische afwegingen. Denk ik terecht. Ja. Hè? Dat zijn misschien tot slot nog eens van jullie allebei daar een. Dat zijn individuele afwegingen. Ja. Elke cartoonist heeft het recht om aan zijn tekentafel te zeggen: ja, deze tekening maak ik en deze maak ik niet, want ja, ik vind dat ik die in feite niet moet maken. Ja. En dan is het niet aan mij om daarover te oordelen. Ja. Maar ik vind wel dat het mijn morele plicht is van de cartoonist die tekening dan wel wil maken, ja, van die te steunen in zijn vrije meningsuiting. Ja, ja. Wil jij daar ook nog iets? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, die moet je steunen, maar je moet wel daarbij een kritische noot. Krijg je iets wat ook in het boek op een gegeven moment werd genoemd, hè, dat bij Charlie Hebdo er een cartoonist was, die werd ontslagen afwegen een cartoon. En dat was een cartoon die werd antisemitisch geacht en dat ging over de zoon van Sarkozy. Ik denk ook in die gevallen, als we het hebben over dat nagenoeg volledige vrijheid van meningsuiting met uitzondering van persoonlijke laster en oproep tot geweld, dat we ook daar voor moeten opkomen. Dus niet alleen wanneer het in dit geval over de islam of Mohammed gaat. Nee. Ze moeten voor een bredere vrijheid staan, ook als het gaat holocaust, et cetera. De thema's die voor ons gevoelig zijn, ook dat moeten we uitdragen. Ja. Ik wil je nog even, uitleggen? Ja, ik ga het niet in de... Maar, ik ga niet tot in de details gaan, maar het was ten eerste een tekst en het was er was al jaren discussie tussen twee groepen in een redactie. Ja. In welke redactie is er geen discussie? En die heeft uiteindelijk geleid tot een ontslag dat dan voor de rechtbank nog teniet gedaan geweest is. Maar het is een proces. Ja. Wat wel belangrijk is, is dat de 7e januari de hele groep die rond Ciné weggegaan is bij Charlie Hebdo, meteen solidair is geweest, een speciaal nummer heeft gemaakt. En sommige van de tekenaars van Ciné zijn terug naar Charlie Hebdo gegaan en tekenen in beiden. En dat is ook een groot signaal. Nee, dat ben ik mee eens. In opmerking daarbij, het gaat vooral om de perceptie van die zo'n gebeurtenis geeft. Dus dan wordt er gezegd, ja, maar als het om de islam gaat, dan mag het. En op het moment dat, jodendom, et cetera, dan niet. En ik denk dat we daarvoor heel veel moeten waken, dat we... Er zijn geen dubbele standaarden. We staan voor die vrijheid. Zeker. Die nagenoeg absoluut is.
daar moet voorop komen, moet ervoor waken dat men niet voelt dat er dubbele standaarden zijn. En dat iedereen daar gewoon in gelijk behandeld wordt. En dat die vrijheid gelijk gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Dat is een prachtige slotzin. Ik weet niet of jullie al zo'n mooie slotzin had bedoeld. Nee. Maar het klinkt in ieder geval als een hele mooie slotzin. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit hele interessante gesprek. Gert-Jan Geeling en Willy Laas, naar aanleiding van het boekje. Ik noem het boekje omdat het wat omvang betreft betrekkelijk bescheiden is. Maar het is wat mij betreft een boek als het gaat om de inhoud. 1 jaar na Charlie Hebdo, 1 pamflet heb je dat genoemd, Willy. Je hebt het ook echt 1 jaar na Charlie Hebdo heb je het gepubliceerd. Het is verschenen bij uitgeverij Houtenkiet. Het is heel goed verkocht. Je zit al in de derde druk volgens mij nu. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb het met ongelooflijk plezier gelezen. En met name omdat ik een van de sterkste dingen vind ik nog. En dat is iets wat we hier niet aan orde hebben gesteld, maar dat je zo ongelooflijk precies bent met de feiten. En dan bedoel ik met precies met de feiten dat in deze discussie komen er allerlei mensen aan het woord die zich oordelen aanmatigen zonder dat ze eigenlijk kennis hebben van de inhoud van het blad, of ze hebben die cartoons niet echt goed bekeken. Jij bent een lezer van Charlie Hebdo van het eerste uur. Dus je weet waar je over praat en ik vind dat je een heel mooi boek hebt geschreven waarin je deze problematiek ook hebt uiteengezet en wat in feite een hele mooie follow-up was van je eerdere boek over de vrijheid van expressie. En je kon op het moment, denk ik, dat toen je dat eerste boek schreef over vrijheid van expressie en vrijheid van godsdienst in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, had je nooit kunnen bevroeden dat je nog eens dit boek zou moeten schrijven om eigenlijk het is ook wel een beetje ironisch en tragisch, een enorme illusie. Belangrijke illustratie van het belang ook van artikel 18 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dank jullie voor dit gesprek, mannen. Dank u wel. Dank u wel.